Ik koekeloer hier. Ik koekeloer daar. Ik koekeloer het hele jaar. En koekeloer jij. Even naar mij, dan koekeloeren we. Koekeloeren we, dan koekeloeren we allebei. Zo, pit opmaken. Oeh, wat goed van Moffel, zeg. Oh, wat is Moffel goed bezig. Nou, kussen opschudden. Hey, een boek onder het kussen van Pier. Nou, dat ligt ook niet lekker. Eens kijken. Oh, dat is dat spannende boek dat Piertje de hele tijd aan het lezen was. Ja, dat is een oud boek, zeg. Oeh. Hey, wat is dit nou? Het lijkt wel een kaart. Ja, en... Oh, en dat lijkt wel een holle boom. Ja. Mof, joe, ik ga even boodschappen doen, hoor. Tot straks. Ja, dag, Pier, tot straks. Ja, de holle boom. En hier een pijltje. En een kruisje. Maar dit is een schatkaart. Oh, zomaar in dit oude boek. Oh, een echte geheime kaart. En maar die holleboom, die ken ik. Ja, dat is de holleboom in ons bos. En dat paardje, ja, daar loopt een paardje. Nou, ja, er ligt een schat in ons bos. Oh, een echte schat. En ik ga hem zoeken. Zo. Nou, het is wel een zwaar boek, hoor. Pff. Ja, dat moet ik dan helemaal meenemen voor dat kaartje. Nou, nog eens even kijken. Op dat kaartje. Zo. Ja, helemaal achterin zit het. Oh ja, daar heb je die kaart. Eens kijken. Nou is de kaart los. Nou heb ik hem eruit gescheurd. Oh, maar eigenlijk is dat wel handig. Dan hoef ik alleen de kaart mee te nemen. Zo, boek dicht. En op naar de schat. Eens even kijken. Ja, hier staat het. Ja, kijk. En dan een beetje de bocht om. Ja, en die holle boom hier. Ja, die zit verderop in het bos. Dus, nou, dan moet ik deze kant op. Ja, juist. Dit is de plek van de schat. Hier ligt die begraven. Kan niet anders. En ik ben een mol, dus graven, dat is voor mij geen enkel probleem. Zo, schat. De schat van Moffel. Zo, dat ging lekker vlug met de boodschappen. Vanavond gaan we pannenkoeken eten. Dat vindt Moffel ook zo lekker. Oh nee, het boek. Oh, het boek van Arie. Dat moet ik nog terugbrengen. Oh, nou, laat ik dat meteen maar even gaan doen. Want dan kan ik meteen vragen hoe dat nou zit met die kaart. Want daar begreep ik echt helemaal niks van. Nou, moe. Nou heb ik toch zo'n diepe kuil gegraven en nog niks gevonden. Volgens mij ligt hier helemaal geen schat. Of, snap ik die kaart nou niet? Tja, nou ja, ik hou ermee op. Ik ga naar huis. Hey, vond je het een mooi boek, Piertje? Jawel hoor, Arie. Alleen, ik snap het niet zo goed. Hé, hey, waarom niet? Nou, in het boek gaat het toch over rovers. Ja. Ja, en die rovers hebben een schat begraven. En op die kaart in het boek stonden allemaal paadjes getekend. En een holle boom. Ja. En een pijltje en een kruisje. Ik snap er helemaal niks van. Oh, wacht even, je bedoelt die kaart. Ja, natuurlijk, ja. Daar staan ook nog voetjes op getekend die over het paadje lopen. Ja. Wacht, ik laat het wel even zien. Dan leg ik het nog even uit. Oh, ja. Dan snap je het meteen. Ja. Even kijken, hoor. Hé? Hey. Oh. Oh, hij is weg. Hè? Oh, heb jij hem eruit gehaald, Piertje? Ik? Nee, hoor. Ik weet van niks, Arie. Echt niet. Nou, ik vind het maar raar, hoor, Piertje. Jij hebt dat boek geleend. Nou, Arie, ik weet echt niet hoe dat kan. Ik heb het heus niet gedaan. Nou,
Nou, boeken, daar moet je heel zuinig op zijn. En nou is mijn hele mooie boek is helemaal verknoeid. Ja, dat vind ik helemaal niet leuk. Nee, dat snap ik heus ook wel, ja. Nou, dan ga ik maar hoor, Arie. Ja. Dag, Arie. Dag. Toch gek. Ik heb alles goed gedaan. Gek hoor, moeilijk zo'n kaarthoek. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ben jij dat, Mof? Ja, hoi Pier. Oh, ik heb pannenkoekenmeel gekocht, want we gaan vanavond pannenkoeken eten. Hé, hey, en Mof, er is toch zoiets raars gebeurd, hè? Ik had een boek van Arie geleend en toen is er zomaar een bladzijde uitgescheurd. Ja. Oh, ja, Pier. Oh, en dat heb ik gedaan. En nou denkt Arie dat ik dat heb gedaan. Hij is zo boos. Oh, wat erg. Oh, waar laat ik nou die kaart? Oh, hap hier. Hoi, hap hier. Ja, want Arie was zo verdrietig, want het was zo'n mooi oud boek. Ja. Zielig, hè, Mof? Maar ik vind het zo naar dat hij denkt dat ik het heb gedaan. Want ik heb het echt niet gedaan, Mof. Snap jij nou hoe dat kan? Nee, ja. En ik snap het ook al niet, want het ging over een schat. En toen zei Arie van... Hè? Wat heb jij daar nou, Mof? Is dat... Dat is toch niet de kaart? Oh, ja... Nou, ja, maar Pier, het ging helemaal per ongeluk dat hij eruit is gescheurd. Oh, Moffel, dus jij hebt het gedaan. Ja, maar het was echt helemaal per ongeluk, hoor, Pier. Nou ja, dan kan jij er ook niks aan doen, nee. Mof, dat snap ik wel. Ja, oh, Pier, ik vind het zo akelig. Ja, maar het is ook echt wel ontzettend... Oh, maar wacht, Pier. Ja, nee, ik weet het al. Ja, ik moet even naar de kelder. Blijf jij maar hier. Ik weet precies hoe ik het ga doen met die kaart. Ja, nee, dat komt helemaal in orde. Maar wat ga je dan doen, Mof? Ja, nee, dat zie je straks wel. Oh, Pier, het is een heel goed idee. Ja, let maar op. Ja, dan is Arie weer helemaal blij. Oh, nou, ik hoop het maar. Want ik vind het helemaal niet leuk als Arie boos op me is. Je dom van je, hoor, Mof, om die kaart uit het boek te schuren. Ja, maar ja, Pier, ik kon het echt niet helpen. En nu in die lijst is hij toch ook mooi? Ja, dat wel. Ja. Maar ja, ik ben benieuwd wat Arie vindt. Ja. Hey, Arie, we zijn er al. Oh. Arie! Arie, Moffel heeft iets voor je. Oh, dat heb je mooi gedaan, Moffel. Ja, ja. En kijk eens op de achterkant, Arie. Oh, een soort luikje. Ja. Oh, daar staat alles op wat het betekent. En de voetjes en het kruisje. Ja, ja. Oh. En het pijltje. Ja, 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 ja. Nee, Moffel, nou vind ik het helemaal niet erg meer, hoor. Dat die kaart niet meer in mijn boek zit. Nee. En Piertje, het spijt me dat ik zo boos op jou werd. Ja, joh. Geeft niks, hoor, Arie. Nee, dus nu ben je niet meer boos, Arie, want het ging... Echt per ongeluk, hoor. Nou ja, dat snap ik wel, hoor, Moffel. Nee, ik ben niet meer boos, hoor. Maar je moet altijd wel heel voorzichtig met boeken doen, hè. Ja, nooit zomaar een bladzijde eruit scheuren. Oh ja, en die schat, hè, jongens. Ja? Die bestaat helemaal niet. Hè? Nee, joh. Nee, dat is gewoon verzonnen. Ja, in een boek kun je alles verzinnen wat je maar wil, hè. Want in een boek, ja, dat kan alles. Ja, 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 dat is waar. Dat kan, ja. Daarom zijn boeken ook zo fijn. Ja. En koekeloeren jullie weer de volgende keer? En Biertje, het spijt me dat ik zo boos op jou werd. Ja joh, geeft niks hoor, Arie. Bij onze programma's is begeleidend materiaal te bestellen. Een educatief spel, poppen, mappen, handleidingen en werkbladen. Ga naar schooltv.nl/webwinkel.